Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor dinsdag 27 december. Dit is een algemene reading en we gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen voor deze dag. Boodschap om mee te nemen en het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Dus neem alleen mee datgene waar je iets aan hebt of wat je herkent en laat de rest achterwege. We gaan beginnen met de Sacred Traveler. Universum, wat is de boodschap voor dinsdag 27 december? Dinsdag 27 december. Nog een keer delen. Dinsdag 27 december. Welke boodschap mogen wij meenemen? En dit zijn er drie. En ik neem ze gewoon alle drie mee. We hebben Breaking Trail. A breakthrough is at hand. Dus er zit een doorbraak aan te komen in een bepaalde situatie. Er zal een doorbraak plaatsvinden. En deze persoon is ook letterlijk iets aan het scheiden. Hooi aan het zeisen als het ware. Dus er komt een doorbraak in een bepaalde situatie. Dan hebben we Protected by Angels. Bescherming van de engelen. Je bent geliefd. Je wordt gekoesterd door de engelen. Dus er zijn engelen inderdaad die je zullen beschermen om je heen. Wauw. En dan hebben we Rainbow Blessings. Regenboog zegeningen. Zegeningen. Blessings are showering your life. Dus je kunt een douche als het ware verwachten. Van zegeningen. Wauw. Dus ja, dit ziet er heel goed uit. Voor die dinsdag of de komende periode. Want energie is natuurlijk vloeibaar. Dus voor de een kan het daadwerkelijk zijn op dinsdag deze energie. Voor de ander kan het al wat eerder of wat later zijn. We gaan de boodschappen van de engelen erbij nemen. Engelen, welke boodschap hebben jullie voor ons voor dinsdag 27 december 2022? Dinsdag 27 december 2022. En het zijn er twee die we ook allebei meenemen. We hebben Isabella en de boodschap is: ja, het is de juiste tijd om iets nieuws te ondernemen. Er volgt een gunstig effect vanuit je positieve verwachtingen. Heel belangrijk om dus positieve verwachtingen, positieve energie naar buiten te zenden als het ware. Om positiviteit binnen te krijgen. Dan hebben we de kaart Bethany. En de boodschap is, wanneer je heel goed voor jezelf zorgt, zal iedereen in je omgeving hier profijt van hebben. Geef jezelf vandaag een ontspannende behandeling cadeau. Zoals een massage, een warm bad met zeezout of ga naar de pedicure. Dus wees lief voor jezelf. Ook heel belangrijk natuurlijk. En ja, dat vergeten we soms. Wanneer je het heel druk hebt om voor alles te zorgen, voor alles en iedereen te zorgen, dan vergeten we soms onszelf. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Aartsengelen, wat is jullie boodschap voor dinsdag 27 december 2022? Wat is jullie boodschap, aartsengelen, voor dinsdag 27 december? Ja. Spiritueel begrip. Spiritual understanding. Dus ook spiritueel ontwaken kan hieronder verstaan worden. Aartsengel Raziel. Ik breng jou esoterische informatie en symbolen. En ik help je de spirituele waarheden te begrijpen. Het kan zijn dat je tekenen krijgt, dromen zult ervaren, herhaaldelijk dezelfde cijfers zien, tekenen vanuit het universum, tekenen vanuit je engelen. We zetten hem hier neer. Hij past er net nog bij. We gaan nog de engelen antwoorden schudden en dan ga ik de tarot leggen voor jullie. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen en we gaan kijken wat het antwoord van de engelen is op jullie vraag. Dus herhaal je vraag voor jezelf, hardop of in gedachten. En universum, engelen, wat is jullie antwoord op de vraag? Niet het juiste moment
is het antwoord onder op het dek. Grote gelukkige veranderingen. Ja, en die hebben we hier ook liggen. Rainbow blessings. Een doorbraak. Dus grote gelukkige veranderingen. Dat is wat je kunt verwachten. En op de vraag die je jezelf stelde, niet het juiste moment. Kijk hoe het resoneert. Voor iedereen zal de vraag natuurlijk anders zijn. We gaan de aartsengelen Power Tarot erbij nemen om te kijken wat de belangrijkste boodschap is voor dinsdag 27 december 2022. Universum. Graag een heldere en duidelijke boodschap voor dinsdag 27 december. Dank u wel. Nog 2 kaarten alstublieft. Dank u wel. Voor dinsdag 27 december nog 1 kaart alstublieft. Dinsdag 27 december 2022. Als eerste kaart. Omgekeerd kwam die eruit. De ster. Wauw. Om als eerste kaart in een reading de ster te krijgen. Een kaart van healing. Een kaart van wensen die in vervulling gaan. Maar ook een kaart van hoop en vertrouwen. Waterman energie. Dan hebben we de kelken 4. En de schildknaap van kelken. Kelken 4. In dit dek. Kijk voor andere mogelijkheden. Zoeken naar de magie in het leven. En bewust zijn van je eigen emoties. Is de boodschap op deze kaart. Met de ster zal er een droom werkelijkheid worden. Geloof in jezelf en er zal een einde plaatsvinden van een moeilijke situatie. Met de schildknaap van kelken. Dit kan een persoon zijn, iemand die heel vriendelijk is, liefdevol is, ook wat dromerig is, maar iemand met een open hart. En dit kan staan voor een nieuwe emotionele ervaring. Of boodschappen over relaties of uitnodigingen die je zult ontvangen. Dit kan ook te maken hebben met intuïtieve inzichten die je zult verkrijgen. Wauw, en onder op het dek de wereldkaart. Gekoppeld aan stier, leeuw, waterman, schorpioen. De laatste kaart van de grote arcana. De cirkel is rond. Een bepaalde situatie is klaar, is afgelopen. En dit is een heel gelukkig einde. Coming full circle. De cirkel is rond. Spirituele groei en inzichten. Kijk wat eronder ligt. Wauw. Wauw. Oh mijn god. We hebben gewoon... onder op het dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grote arcana kaarten liggen. En de grote arcana kaarten staan voor grote veranderingen. We hebben de wereld. Een gelukkig einde. We hebben een nieuw begin met het oordeel. Een nieuw leven starten. Je doel vinden. Je zielspad volgen. Het verleden loslaten. Met vergeving. Dan hebben we kaart nummer 15. De duivel. En de boodschap op deze kaart is. Datgene loslaten. Jezelf bevrijden van datgene wat je tegenhoudt. Dus we hebben een einde, we hebben een nieuw begin, iets loslaten. Wat voorbestemd is, waar het universum zijn hand in heeft. Dit is het lot, hetgene wat voorbestemd is. Een grote verandering, een einde aan vertragingen. En een nieuwe richting uitgaan die jouw geluk gaat brengen. En dan nummer 16, change your life. De toren. Plotseling iets wat aan het licht komt, wat vrijheid veroorzaakt. Dit kan ook te maken hebben met jezelf bevrijden van oude patronen, denkpatronen, patronen van handelen, oude waarden, normen, dingen, blokkades die je tegenhouden met die duivelkaart. En dit heeft alles te maken met een keuze. The lovers. Dit kan te maken hebben met loslaten van een bepaalde relatie. Het kan ook zijn dat er iemand op je pad komt, liefde, onverwachts, waardoor je inderdaad een bepaalde situatie gaat verlaten. Maar er
Ja, dit is echt ongelooflijk met al deze kaarten. Ik ga het verklaren. En nu heb ik niet... De wereld lag hier onder op het dek. Dus ik ga als eerste die wereldkaart verklaren. Maar zoveel grote arcana kaarten achter elkaar onder het dek. Allemaal te maken met iets loslaten, een einde en een nieuw begin. Een wensvervulling. De wereld. Waarom ligt hier de wereld, universum? Waarom ligt hier de wereld? Je gaat erin slagen om iets, datgene wat ongezond is, wat een blokkade is in je lichaam, los te laten. Je gaat winnen. Kijk, van die duivelenergie, steenbok is dit hier wat we hebben liggen. En ja, steenbok heeft natuurlijk niets met die energie van de duivel te maken. Maar de kaart is gekoppeld aan het sterrenbeeld steenbok. Je kunt ook met een steenbok te maken hebben, simpelweg. Of dit heeft te maken met ongezonde patronen, ongezonde... blokkades, een ongezonde relatie, noem maar op. Dit kan te maken hebben met verslavingen. Maar er gaat een einde plaatsvinden van iets wat ongezond is en wat misschien heel verleidelijk is met de duivelkaart. Kan zijn loslaten van ego, loslaten van een bepaalde verslaving die je hebt, gewoonte die je hebt. Je gaat winnen van deze energie. Dus je gaat die verleiding, als er sprake is van een verleiding, weerstaan. En je gaat winnen met de staven 6. Dit kan ook betekenen inderdaad dat je in het verleden misschien heel belangrijk vond wat andere mensen om je heen van je vonden. En dat je dat los gaat laten. De staven 6 kan ook een kaart zijn van ego. De duivel kan een kaart zijn van ego. En de staven 6 is iemand die aanzien krijgt vanuit de omgeving. Aandacht krijgt ook. Dus misschien is dat hetgene wat je los gaat laten. Maar gaat een gelukkig einde plaatsvinden. En daaronder, kijk, gerechtigheid. Karma. Waarom ligt hier de ster? En weer een grote arcana kaart, de torenkaart. De toren komt omlaag. En er kan iets nieuws opgebouwd worden. Zodra die toren, die niet op een stabiele basis gebouwd is, omlaag valt, kan er iets nieuws opgebouwd worden... En dit kan te maken hebben met een spiritueel inzicht ook wat je krijgt met die sterkaart. En het leidt tot een wensvervulling. Ja, dat heeft te maken met iets waar je, wat je vasthoudt. Nog een kaart voor de ster. En nog een keer de wereldkaart. Een plotseling einde van een situatie. En een toren hoeft niet altijd een moment te zijn, een verrassing ten goede. Het kan echt iets negatief zijn op dat moment. Of in ieder geval, je hebt het gevoel dat je wereld instort, misschien letterlijk. Maar uiteindelijk brengt dit een gelukkige verandering met zich mee. En we hebben hier meerdere kaarten inderdaad van spirituele, spiritual understanding. Wauw, en kijk daaronder de kelke 10. Happily ever after... Wat is die toren? Wat is die toren? Kracht. Nog een kaart voor de toren. De kracht kan te maken hebben met zelfdiscipline. Dus ik heb het gevoel dat dit het doorbreken van een bepaald patroon in jezelf is. Zelfdiscipline hebben. Volhouden. En die overwinning behalen. Het winnen van dat duivelsgevoel, zeg maar. Die verleiding weerstaan. Dit is het innerlijke beest in je temmen. En staan voor waar je in gelooft. En blijven volhouden, jezelf verdedigen. Met de staven 7. Heel sterke leeuwenergie. Wauw, en kijk onder op het dek. Het rad van fortuin. Het einde van het ronddraaien in een bepaalde cirkel. Het is tijd voor een nieuwe cyclus. Einde aan vertragingen. Goddelijke timing. Het lot. Waarom ligt hier de kelke 4? Kelke 4. Kelken 4. Oh. Ridder van kelken. En de kelken 3.
Het kan zijn dat je een uitnodiging gaat krijgen van iemand. Ridder van Kelken, dat is een hele luchtige energie. En dan hebben we de Kelken 3, is een energie van feest vieren, goed nieuws. Er is iets te vieren, een aankondiging, een boodschap vanuit het hart. Een aankondiging, een aanbod wat je krijgt. Iemand wil misschien je uitnodigen om samen iets te vieren. Of je bent bij vrienden of familie om een bepaalde aankondiging, een geboorte, een verloving, een huwelijk, noem maar op. Iets te vieren, samen te komen. En ja, we hebben natuurlijk de feestdagen nu. Het kan het nieuwjaar zijn bijvoorbeeld. Ook al is dit een reading voor de dinsdag. Maar de energie is vloeibaar. Dus het kan ook iemand zijn die je tegenkomt op het moment dat je inderdaad ergens aan het vieren bent. Maar je hebt je twijfels. Heb ik het gevoel. Kijk, we hebben de staven 2. Je bent misschien bang om uit je comfortzone te stappen. Nog een kaart voor die kelken 4. Ja, het oordeel. En daarmee kijk je ook terug naar het verleden. Dus ik heb het gevoel dat je wel heel veel mee hebt gemaakt. En met het oordeel, dit is nieuw leven starten. Terugkijken met compassie, terugkijken met vergeving naar het verleden. En een nieuw leven starten. Maar ik heb het gevoel dat er nog wat onzekerheid is. En dat kan te maken hebben met afwijzing die je hebt ervaren in het verleden. En dat kan ook het gevoel zijn wat je los gaat laten. Het kan een bepaald gevoel zijn of patroon zijn inderdaad uit het verleden. Of ervaringen die je hebt meegemaakt uit het verleden. Afwijzingen, teleurstellingen. Waardoor je inderdaad misschien een nieuwe liefde blokkeert. Of waardoor je je niet helemaal open kan geven. Niet helemaal durft te geven in de situatie. En ik heb het gevoel dat dat ook hetgene kan zijn wat je achter je gaat laten. Waarom ligt hier die schildknaap van Kelken? Een nieuwe emotionele situatie. En boodschappen en uitnodigingen. Ja, dit kan heel goed een uitnodiging zijn. Te Kelken 3. Om samen iets leuks te gaan doen. Dit is ook een energie van elkaar leren kennen. Flirten. Over en weer ja, gevoelens uiten naar elkaar met de ridder van Kelken. En de schildknaap van Kelken wordt verklaard door de aas van staven. Dus mocht je inderdaad iemand leren kennen of iemand komt met een boodschap, met een aanbod. Kelken 4 is ook een kelk die vanuit de hemel eigenlijk aangegeven wordt. Maar je bent gefocust op die 3 kelken voor je. Het kan zijn dat je het ook heel druk hebt, waardoor je misschien niet heel veel tijd hebt om ja, weer een nieuw contact te starten met iemand. Of een nieuwe relatie aan te gaan. We hebben hier de koningin van Kelken. Je kunt te maken hebben met een waterteken. Schorpioen, kreeft, vissen. We hebben heel sterk schorpioen. Heel sterk schorpioen. We hebben steenbok en leeuw. Stier en waterman. Deze koningin van Kelken is iemand die vertrouwt op haar intuïtie. Iemand die heel begripvol is, empathisch is, gevoelig is, emotioneel, heel zorgzaam. Dus dit kan ook de visie zijn vanuit je persoon die we hier hebben liggen. Maar we hebben heel sterk waterenergie ook hier. En ja, ik heb het gevoel dat deze persoon heel veel passie ook voelt met die aas van staven. Dit kan ook staan voor mannelijke vruchtbaarheid. Dus er zal wel echt een sterk gevoel zijn. En met die koningin van Kelken, dit is iemand die heel veel liefde te geven heeft. En er kunnen over en weer berichten uitgewisseld worden, heb ik het gevoel. En ik heb het gevoel dat het voor jullie ook heel goed voelt, maar dat je toch de voor's en tegen's aan het afwegen bent. En zoals ik zei, het kan ook zijn dat je heel druk hebt. Heel veel ballen tegelijkertijd in de lucht houdt. Maar kijk, daaronder weer die ster. Dit is iets waar je op gehoopt hebt. Wishing upon a star. En het kan zijn voor sommigen van jullie, zoals ik al zei, dat je nog in een healing proces zit. Je bent ook aan het healen van bepaalde zaken, bepaalde gebeurtenissen uit het verleden.
Je komt voor een keuze te staan. Er is een hele sterke aantrekkingskracht met deze persoon. Dus dit is wat ik voor jullie heb. En kijk, nu snap ik ook waarom deze kaart eruit kwam. Je denkt misschien op het moment dat het nu binnenkomt. Dit is iets waar je op hebt gehoopt, waarvoor je hebt gewenst. En je denkt misschien, oh, en nu, op dit moment, dit is misschien niet het juiste moment. Dat is misschien de reden ook dat deze kaart eruit kwam. Je hebt misschien zelf een gevoel van, dit is niet het juiste moment voor mij. Of ik ben te druk, of ik ben inderdaad nog bezig met ja, andere dingen af te sluiten voor mezelf. Blokkades in jezelf. Misschien ben je aan het werken aan je zelfverzekerdheid. Beter voor jezelf zorgen. Meer gefocust zijn op jezelf. Maar we hebben hier zulke mooie kaarten. En vertrouw op je intuïtie. Zegeningen komen binnen, je bent beschermd door je engelen en er zal een doorbraak in de situatie plaatsvinden. En kijk hier die boodschap van Isabella, ja, het is de juiste tijd om iets nieuws te ondernemen. Er volgt een gunstig effect vanuit je positieve verwachtingen. Dus ga niet twijfelen met die kelke 4 en probeer het, kijk het aan. Doe het wel rustig aan en natuurlijk doordacht, maar volg je intuïtie. Als het goed voelt inderdaad, als deze persoon goed voelt en ik heb echt maar ja, het gevoel dat het te maken heeft met iemand die ja, met een bepaalde boodschap komt. Een uiting van gevoelens. Dus resoneer dit, geef me een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden en nog niet gedaan hebben. En ja, luister dan naar die tekenen die er eventueel binnen zullen komen. Ik wens jullie nog een hele mooie week toe en tot de volgende keer. Dag!